Na 15 seizoenen Telstar hangt Mr. Telstar Frank Korpershoek zijn kiks aan de wilgen. In die seizoenen speelde hij maar liefst 386 wedstrijden voor de Witte Leeuwen en werd zo officieel Mr. Telstar. In totaal maakte hij 15 doelpunten, waaronder een aantal pareltjes. In het komende kwartier blikken we terug op zijn carrière en praten over alles wat van invloed was en is op de voetballer en jeugdtrainer Frank Korpershoek. Ja, Frank, rug nummer 6. Hoe vaak gaan we nog aannemen? Ja, ik hoop nog wel een paar keer. Maar ik heb hem vaak genoeg aangehad. Dus. Die kleedkamer, kan je de eerste keer herinneren? Ik kan me alleen de eerste dag nog herinneren dat ik hier op de club moest melden. Vol met zenuwen. Werd je opgevangen? Als er toch iemand voor me klaar staat, was dat Anthony Correa. Ik kende hem al een klein beetje van de opleiding die we gedaan hadden. We deden allebei Johan Cruijff University. Niet dat we echt wat met elkaar bespraken verder, maar we hadden elkaar gezien. Dus dat geeft al een klein beetje een relatie op het moment dat je ergens binnen kunt lopen. Dat is toch wel iemand met wie ik de afgelopen 15 jaar een geweldige band heb opgebouwd. En ik kan wel zeggen dat hij een hele dierbare vriend is geworden. Waar ik echt lief en leed mee gedeeld heb. Niet alleen op het veld. Maar ook buiten het veld hebben we de enige nadigheid meegemaakt, maar ook de mooie dingen kunnen delen. Dus ja, daar ben ik hem wel heel dankbaar voor dat hij me daar altijd zo in gesteund heeft en dat hij altijd voor me was. Want het is niet altijd zonneschijn geweest. Nee. Een echte vriend in de voetballerij is mooi om daar te treffen. En vrij uniek volgens mij. Ga je ook meedoen in van die wedstrijden van oud-spelers en zo? Is dat wat voor jou of niet? De bedoeling is dat ik niet meer ga voetballen volgend jaar en dat ik me echt richt op trainers gebeuren. Maar we hebben hier Mink Verbaan rondlopen, onze oude materiaalman. Die doet oud Telstar. Ja, en die heeft me toch wel een contract onder de neus geschoven. Ja, ja. Kijken of we daar nog een jaar te kunnen aanschrijven. Maar ja, goed, als dat mogelijk is, dan zou ik het onwijs leuk vinden om te doen allemaal. Maar moet het dan per se nummer 6 zijn? Ja, ik ga er wel vanuit dat 6 klaar ligt. Ja, zo'n bal meegekregen. Zo hoort het dan. Hè? Aan de andere kant, als dat dan een ander nummer is, dan is het ook niet erg. Maar als ik de keuze heb, liever 6. Met ons is er iets wat je kan delen waarvan je zegt, ja, dat is van die gekkigheid dat gebeurt. En dan lagen wij eigenlijk blauw van het lachen. Maar dat was misschien niet helemaal de bedoeling. Ja, vooraf hebben we natuurlijk heel veel gelachen hier. Want buiten collega's word je ook vrienden als je zoveel met elkaar optrekt. Maar een van de dingen die me nu te binnen schiet is dat we Jan Porvliet hadden. Die was eigenlijk altijd bezig met zijn horloge. Ik weet niet wat er precies met dat horloge was. Maar die was altijd aan het rommelen met de sluiting als hij aan het praten was over de wedstrijd of een bespreking. Hij had altijd een bakje koffie in zijn handen en die zette hij vaak neer op een plekje, maar die had hij ook vaak in zijn handen. En dan was er weer wat met dat bandje en dan begon hij op een gegeven moment dat bandje te trekken en dan hield hij zijn hand te schuin en dan ging al die koffie over zijn schoenen. Ja, dan kun je je voorstellen dat even de aandacht weg is bij de wedstrijd. Maar, ja, dan gaat het even niet meer over het voetbal. Ja. Dat klopt. En dan Jan kennende, met die hele rauwe stem, zal er ook wel... Ja, dat was geweldig, maar die ging gewoon door. Die schudde een paar keer en dan ging hij gewoon door alsof er niks aan de hand was. Ja, geweldig kerel. En Frank, hoe moeten de mensen jou herinneren als ze hier over 10 jaar nog rondlopen en weten hoe het was? Ja, dat is wel een aparte vraag. Die heeft eigenlijk nog nooit iemand gesteld. Daar denk je ook niet zo veel over na op het moment dat je nog bezig bent. Ja, ik hoop dat ze me als een enthousiaste speler terug gaan zien die zich altijd hard heeft gemaakt voor deze club. Die zijn ziel en zaligheid heeft gelegd in de wedstrijden, in de trainingen. Maar ook buiten het veld betrokken geweest bij de club. Op sociaal vlak, op maatschappelijk vlak. In ieder geval met een positief goed gevoel terugkijken op een mooie carrière. Die helaas net te weinig prijs heeft opgeleverd. Maar als voetballer toch altijd wel een voorbeeld is geweest. We staan hier tussen die prachtige foto's uit roemruchte tijden. Ja. Volle stadions. Ik ben zelf meegeweest naar die wedstrijd De Graafschap, uit de laatste keer play-offs. Mm-hmm. Zijn dat de krenten uit de pap? Ja, dat zijn wel geweldige momenten. En ik kijk stiekem ook wel wat foto's terug de laatste tijd. Dan zie je veel voorbij komen. Ja, en dan ga je automatisch terugdenken aan de wedstrijden waar het er echt om ging. En, de Graafschap was een geweldige wedstrijd, Ajax was een geweldige wedstrijd. Ja, zo zijn er wel meer wedstrijden waar je graag naar terugkijkt. Ja, en als je dan die beelden weer terugziet, dan kriebelt het er nog wel een beetje stiekem. Maar... aan de andere kant is het ook weer mooi geweest. Ja. Moet er een foto van jou komen hier? Vind je? Nou ja, ik zie hier Fred Bisschot. Je hebt meer wedstrijden gespeeld. Die heb ik in mogen halen. En in deze periode denk ik uniek. Waar spelers toch snel van club hoppen.
Ik denk dat het heel bijzonder is dat iemand in deze periode nog zoveel wedstrijd voor een club speelt. En daar ben ik ook stiekem best wel trots op. Ja, terecht. Het is een fantastische periode geweest, 15 jaar. Ik ben benieuwd of iemand dat ooit in gaat halen. Dus ja, als je het op die manier gaat bekijken, dan hoort er wel een mooie foto van mij tussen. En er is één iconisch beeld, die heeft ook al op een shirt gestaan. Daar is een mooie tekening van gemaakt door Barry Pirovano. En daar is deze uitgekomen. En daar is ook een foto van. Dus ja, ik ga er wel vanuit dat deze hier ergens komt te hangen, ja. En terecht ook wel. Ja, het is de omhaal geweest tegen Den Bosch. Vaak vergeleken, ook omdat Van Gissel op de tribune zat, de keeper die hem om de oren kreeg bij Van Basten. Daar schreef David Ent ooit een mooie column over. Dus hier ben ik wel trots op dit moment. Niet zozeer dat het wat opleverde, maar ja, het is wel een mooi moment om te herinneren. Dat nummer 6, dat is een ding geworden uiteindelijk. Een luchtje, ja. Ik weet niet wat er nog meer gaat komen, maar... Ja, ik weet ook niet wat er nog meer gaat komen. Krijgt er iemand ooit nog nummer 6 bij Telstra? Nou ja, goed, ik moet zeggen dat die vraag wel vaker aan me gesteld is. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij niet zoveel uitmaakt of dat nummer straks nog gedragen wordt. Wat dat betreft is het maar een nummer. Ik denk meer dat de waardering van de club en van de mensen, dat ze überhaupt die vraag stellen, al ontzettend mooi is. Dat ze daaraan denken. En dat geeft ook wel een beetje de waarde aan die je hebt gehad voor de club. Maar of dat straks gedragen wordt of niet, dat is niet aan mij. Ik zou het een heel mooi gebaar vinden, maar voor mij hoeft het niet. We praten buiten even verder over dat ene doelpunt. Komt goed. Frank, hij kwam, hè, die bal. Ja. Ergens daar, denk ik. Hij kwam hier. Ik ga het nu niet nadoen, maar nee, een geweldig moment uit mijn carrière. Den Bosch thuis. Ja, waanzinnig. Heerlijk om hem te maken. We hebben die plaat natuurlijk gezien van dat moment. Maar neem ons even hier op de plek waar het was mee. Wat gebeurde er? We hadden een ingooi aan de zijkant. En die werd ingegooid. En hij kon vrij ver ingooien, dus we namen hier al een beetje positie. En die bal die kwam terug en dan heb je al een klein beetje gevoel. Nou, hij zou wel weer terug kunnen komen. Dus die bal werd afgeslagen bij 12 van Huizen, een voorzet. En die bal leek eigenlijk te hoog. Dus ik draaide hem al een beetje om eigenlijk verder te gaan. Maar die bal die daalde wat. En opeens komt er iets in je hoofd. Daar gaan we. Dus ik ging voor de omhaal en ik raakte hem eigenlijk perfect. En op het moment dat je hem raakt, weet je al dat hij in ieder geval goed gaat. En ik draaide hem om en ik zag hem net tegen het net aan rollen. En dat was een heerlijk gevoel. Nou is er hier nog een geval, hè? En is die voor jouzelf, heeft die nog meer waarde, die tegen Ajax? Ja, absoluut. Want daar hebben we het dan natuurlijk over. Ja, als je mij vraagt naar mijn meest belangrijke goal, dan is dat de goal geweest tegen Ajax voor de beker. Corner vanaf die kant en de bal kwam voor en we hadden eigenlijk de hele week al had ik al grapjes gemaakt van ik heb het gevoel dat ik ga scoren. Ik doe natuurlijk bij Ajax deed ik wat. Dus ook een beetje Amsterdamse bluff die er dan daar probeert in te gooien van pas op, ik ga een goaltje maken. En je weet dat zo'n ploeg hierheen komt, ze misschien ergens iets laten liggen en dat is dan vooral bij de standaard situaties waar je wat kan winnen. Nou, die bal die kwam en ik was met Mazzurri in gevecht, die kon ik mooi achter me houden. En ja, die bal die viel perfect op mijn hoofd. En die kopte ik bij de eerste paal binnen en dat was een geweldig moment. Ik kon niet zo vieren zoals ik het had gewild misschien. Het was de 2-1, hè? Het was de 2-1, vlak voor rust. Maar van binnen explodeerde er van alles en was dat een ongelooflijk moment. Berestijn, dat is gevaarlijk. Sterker nog, daar is de goal van de jeugdtrainer van Ajax, Korpershoek. De routinier. Frank, we staan voor het honk, zou ik willen zeggen, van Playing for Success. Een belangrijke plek voor jou bij het stadion? Ja, absoluut. Niet in deze hoedanigheid. Al ben ik hier vaak binnen geweest om met de kids aan de slag te gaan. Maar eerst was dit een honk voor de supporters. Ze kunnen hier nog steeds naar binnen, maar eerst was het echt een barretje waar... En voor mij heel bijzonder iemand waar ik die heb leren kennen hier. En mijn huidige vriendin, ja. Daisy. Die stond hier achter de bar en zo we elkaar leren kennen. En dat is voor mij dan wel een bijzondere plek om hier terug te komen. Ja. Familie, we het er toch over hebben. Hoe belangrijk geweest? Als je kijkt naar een jongen die gaat voetballen. Daar hoort vaak een verhaal bij. Papa die moet rijden, mama maakt het, moet zorgen dat thuis alles op orde is. Grote tassen met was. Nou, hoe was dat bij jullie? Ik begon bij de Koninklijke KFC. Mijn vader heeft daar heel lang ook het eerste gespeeld en eigenlijk zijn hele leven lid geweest. Ik moet wel zeggen dat ik de eerste jaren niet op voetbal wilde, want ik vond het veel leuker om met mijn vriendjes op een pleintje te spelen. Voor mij hoeft het allemaal niet georganiseerd te zijn. Dus ik ging er 1 of 2 jaar later op dan mijn andere vriendjes dat deden.
Dat heb ik heel lang volgehouden, tot mijn 20ste. Mijn ouders altijd wel supporting, maar niet bemoeiend. Mm-hmm. Die hebben me altijd redelijk met rust gelaten, los het zelf maar op. Ook met de vuile wastassen en zo, die heb ik gewoon zelf gewassen. En zelfs de schoenen poetsen gewoon. Niet altijd, maar meestal wel. En toen ben ik een jaartje naar de DWV gegaan. Dat vonden ze niet de allerleukste keuze, omdat ze natuurlijk HFC-minded waren. Maar ja, goed, ze gunden me wat dat betreft alles. Heb ik een jaartje onder Hans van Doornenveld mogen spelen in Amsterdam-Noord. Ja. Dat was voor mij een ontzettend leerzaam jaar. Daar ben ik echt wel van het jeugdvoetbal naar het seniorenvoetbal gegroeid. Ja, toen ben ik deze stap gaan maken naar Telstar. En er zat nog één stapje tussen, het Nederlands amateurelftal. Dat zegt niet heel veel meer in deze tijd. Maar bestond. Vroeger was dat wel een dingetje. Daar heb ik nog een wedstrijdje mogen spelen tegen België. En toen ben ik hier terechtgekomen in mijn studententijd. Ja, want dat combineerde je gewoon met school? In eerste instantie wel. Op een gegeven moment werd dat te serieus. Ik kreeg hier ook een contractje. Dus voetbal werd serieus. Voetbal werd serieus, ja. Dus goed, ik kan me voorstellen dat ze daar niet om stonden te springen dat ik het leven als voetballer aanging. Maar goed, ik heb me altijd gesteund gevoeld. En, want je vader is hier op de tribune ook een bekende, zou ik willen zeggen. Ja, ze zijn altijd als konden zijn ze hier geweest, samen met mijn moeder. In de eerste periode ook mijn oma, die er echt altijd was. Ja, dat was wel fijn om die steun te voelen. En ik ben gewoon gezegend dat ze me daarin altijd geholpen hebben en dat ze me toegejuicht hebben. En eigenlijk pas in deze periode merk je hoe trots ze op je zijn dat je dit toch voor elkaar hebt gekregen. En dat maakt het wel extra bijzonder. Ja. Frank, die lege stadions hebben ook een voordeel. Want ik zie in ene een speler, jij, hier gaan zitten tijdens een wedstrijd, thuiswedstrijd, geen publiek. Maar je was de ploeg niet aan het aanmoedigen. Volgens mij was je aan het coachen. Ja, dat is iets wat ik altijd al heb, die betrokkenheid bij de ploeg. Of je wel of niet speelt. Alleen wat op dat moment zo'n verschrikkelijk jonge ploeg. Zeker aan deze kant van het veld, waren het hele jonge jongens die nog niet veel gespeeld hadden. De trainers zijn redelijk gebonden aan hun positie aan de andere kant van het veld. En die hadden moeite om deze kant te bereiken, ondanks dat er niet zoveel publiek was. Maar die vroegen mij toen om aan deze kant te gaan zitten, om die jongens te helpen in het spel. En toen ben ik aan deze kant gaan zitten inderdaad. En dat hebben we heel lang volgehouden. De Eredivisie heeft dat ook nog een paar keer geprobeerd bij verschillende clubs. Maar die werden teruggefloten, waarschijnlijk vanwege de vele camera's en toch wat meer opletten van de mensen eromheen. Maar wij hebben misschien wel wat extra's kunnen doen door het op deze manier in te vullen. Dat coachen, dat zit in je, hè? Want naast het voetballen ben je ook bij Ajax bezig als jeugdtrainer van onder 15. Ja, dat klopt. Hier de kansen kregen om ook bij Ajax wat te mogen doen. En dat ging in goed overleg. De middenbouw van Ajax doe ik, de onder 13 tot de onder 16. Verschillende teams in de week, maar meestal inderdaad bij de onder 15. Ja, en het is voor mij een droom om bij een club die ik al jaren support training te mogen geven. En dat is ook absoluut een ambitie, dus daar wil ik wel in verder. Daar wil je verder. Ga je er ook volgend jaar mee door? Ik ga volgend jaar meer uren draaien bij Ajax, dus dat is iets moois. Een complimentje denk ik naar mezelf toe. En ik voel ook een stukje waardering vanuit Ajax, dus ik ben op de goede weg. Daarnaast ga ik UEFA doen. Daar gaat heel veel tijd in zitten. Dat is de trainersdiploma. Daar gaat een hoop tijd in zitten. En ik mag mijn stage ook lopen bij Ajax onder 17. Dus daar ben ik ook wel trots op dat ik dat kan blijven doen daar. Waar houdt het ooit op? Wat is de stip aan de horizon? Dat vlak? Ja, mijn ambitie is echt om in het jeugdvoetbal de top te bereiken in eerste instantie. Wie weet in een aantal jaar ook wel eens als hoofdtrainer bij seniorenploeg. Maar mijn eerste focus is om op de toptalenten om daar wat mee te gaan doen. Om die door te ontwikkelen. Ja, daar ligt echt wel mijn ambitie op dit moment. En een andere ambitie is ook een keer om op de Olympische Spelen actief te zijn. Misschien niet als zelf als sporter, maar als begeleider zou dat geweldig zijn. Die droom heb ik altijd al gehad. Ja. Nou, even filosoferen, kortste route die kant op. De dames? Nou ja, we hebben wat dat betreft een voorbeeld hier gehad bij de club. Arvid Smit die de stap heeft gemaakt als assistent-trainer van Telstar naar de dames. Dus die gaat actief zijn in Tokio. Bij de damesploeg. Ja, goed. Er zijn verschillende manieren die leiden naar, in dit geval, Tokio. Ja. Op de Rome-bord weten we het natuurlijk niet. Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Dus we gaan wel zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar dat zou ik iets geweldigs vinden om een keer op de Olympische Spelen actief te zijn. Maar in eerste instantie richt ik me
de toptalent bij de jeugd. 15 jaar geleden kwam ik hier binnen als jonge speler, niet wetende wat me te wachten stond in de betaalde voetbalwereld. En nu 15 jaar later weet ik dat het een ongelooflijk warm bad was. Vol met trouwe supporters, trouwe sponsoren die me echt in die 15 jaar volledig hebben gesteund. Ja, daarnaast hebben mijn ouders me natuurlijk geweldig gesteund in deze periode. Altijd op de tribune gezeten samen met mijn oma. En dat heeft geweldig gevoeld. Daarnaast mijn vriendin die ik hier heb leren kennen. Waar ik thuis kwam als het weer een keertje niet goed ging. Waar ze er voor me was. Maar zeker ook de mooie momenten met me heeft gevierd. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Het is niet altijd makkelijk geweest om te leven met een voetballer. Maar nogmaals, daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? Ik heb me echt geweldig thuis gevoeld hier. Ik kijk vol trots terug op een fantastische periode. Vol met geweldige herinneringen. Er flitsen nu al een paar mooie goals door mijn hoofd. Een paar geweldige wedstrijden. En daar ben ik echt iedereen ontzettend dankbaar voor. Vanaf de middenstip in het Buco Stadion. Ontzettend bedankt voor alles.